NEC speelde vrijdagavond de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Jupiler League en het won dankzij prima doelpunten met 3-1 van Almere City. Na afloop spraken we met de doelpuntenmakers Jordan Larsson en Arnoud Groeneveld. 45 miljoen van Sanchez, wat ben jij wel niet waard? Ja, dat is niet voor mij om te bepalen natuurlijk. Hè. Nee, het is een goede wedstrijd gespeeld en ik probeer gewoon mijn best te doen. Hoe was spelen met Jordan Larsson? Want dat is eigenlijk voor het eerst in de voorbereiding. Of speelde die tegen FC Os ook, wat we niet mochten weten? Hij speelde tegen FC Os ook. Maar Jordan is toch een type speler die je moet kennen. En ik kan het goed met hem vinden op de training. En dat zie je vandaag terug in de wedstrijd. Ja. Yes, this is the position that I prefer to play. And yeah, I'm of course very happy to be able to show that with two goals. But then again, yeah, if the trainer says to me I have to play on the right, I play on the right. It's no problem. But this is the position I prefer to play. And today, man of the match. Yeah, it was a fantastic feeling. Personally, I think Arnold Groeneveld deserves it with this one goal and two assists. But of course, I'm always happy to get it. Hoe ging je doelpunt? Was wel bewust hij toch? Achter je stand mee? Ja, hij was bewust, alleen ik raakte hem niet helemaal goed. Vandaar dat hij zo zag ging, maar het was wel bewust, ja. He's a great player, always goes one-on-one. And I know where he wants to give the ball and he knows where I am. So, and you can see that today in the goals. Ik denk dat we goed gespeeld hebben, goed gestart zijn. Eigenlijk al veel eerder doelpunten moeten maken vanuit die corners. Hè, want dat waren echt 200-300% mogelijkheden. Dus we hadden eigenlijk veel meer afstand moeten nemen. We kwamen uiteindelijk naar de tweede corner die ze namen, hè, die scoorden hun wel. Dus dat was eigenlijk al heel erg tegen de verhoudingen in. Maar uiteindelijk hebben we die wedstrijd gedomineerd en denk ik dat het terecht de zege is. Je verliest Guus Joppe al vrij snel. Hoe is het met hem? Ja, dat ziet er niet goed uit, want hij had al gelijk last. Dus ik denk dat het ik ben geen dokter, maar ik denk dat het een klein spierscheurentje waarschijnlijk is. Dus die zijn we wel even kwijt.